Ik ben in de moeilijke leeftijd, hè? Maar je zou het nog wel een keer willen. Dat valt ook eigenlijk allemaal mee. Ik heb gewoon een grote mond. Ja, lijkt me best oké. Je voelt me niet. Hoe kom je daar nou toch bij? Dat voel ik meteen. Nee, zo is hij nou eenmaal als je mensen niet zo goed kent. Eigenlijk is hij heel erg verlegen. Nee, ik weet zeker dat hij me niet moet. Jij wil, maar hij niet. Wat zou jullie van zeggen als we met z'n drieën gingen lunchen? Ja, te gek. Dan gaan we naar die tent waar al die gitaren hangen. Nou, Jef, dan hoop ik dat jij van harde rockmuziek houdt, want ik heb een afspraak, ik kan niet. Maar jullie redden het toch wel zonder mij? Nou, pak je jas, dan gaan we. Ik moet nog huiswerk maken. Hey, maar je moet toch wat eten? Ik kan niet weg. Voelt u soms dat ik een onvoldoende voor wiskunde krijg? Nee, Jef is geen makkelijke, hè? Dat weet ik ook wel. Er is een hele tijd nodig om aan de situatie te winnen, ik dacht. Zoiets moet groeien, dat kost tijd. Dus wat krijgen we nou? Ik denk dat ze de volumeknop uitprobeert. Ja, maar dat gaat zomaar niet, wij wonen hier ook nog. Wat ga je doen? Haar vertellen dat ze wel rekening moet houden met ons, het is geen hotel. Ja, wacht nou. Ja, maar er wordt burengerucht, straks ligt de politie aan mijn deur. Kan ik iets doen? Ja, wil jij de tafel dekken? Ik ben geen hond. Is die sleutelhanger van jou? Kan best. Kom je eraan? Die lag naast de auto. Ter hoogte van een enorme kras die er op onverklaarbare wijze opeens opgekomen is. Nou, wat heb je erop te zeggen? Hij lijkt er wel op, maar het is hem niet. En dat moet ik geloven. Van die kras weet je zeker ook niks. Nee. Vraag je je nog wel eens af hoe het met mij gaat? Misschien ben ik ook wel in de war. Ja, maar dat... Hou je daar nog wel eens mee bezig? Of maak je alleen nog maar zorgen om haar? Jef, ik begrijp gewoon niet waarom ze dit zou verzinnen. Waarom neemt ze jou daarvoor? Ja, dat vraag ik me ook af. Waarom? Wat heeft u gevonden? En we hebben hier gezwel gevonden. Zoeken wat we voor u kunnen doen. In de tussentijd zal ik u wat pijnstillers geven.